ambtenaren. Overvallig, want dan wel vriend. Zorgchauffeurs moeten voortaan niet per wijk worden betaald, maar per uur. En dat betekent dat dan wel het minimumloon voor volle bezorgers gaat gelden. Het is een voorstel van minister Asje van Sociale Zaken en de Tweede Kamer gaat er vandaag over praten. Maar volgens de bedrijven die de volderaars op pad sturen, verliezen veel oudere bezorgers door dit plan hun baan. Daarover praten we met Ine Pasma van de branchevereniging DDMA. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat dan? Waarom zouden ze dan hun baan verliezen? Het is nu zo dat een bezorger een wijk loopt en die krijgt een vergoeding per wijk. En die is onafhankelijk van de leeftijd, maar die is gewoon afhankelijk van de lengte van de wijk. Dus stel je voor dat je ongeveer anderhalf uur moet werken, dan krijg je het 7 euro of je nou 13 bent of 83. Ja, is mij nog heel duidelijk waarom dan mensen in problemen gaan komen. Als je straks de wet minimumloon ook van toepassing gaat verklaren op dit soort kleine baantjes, bijbaantjes, dan is het zo dat iemand van, aantal 23, dat hij dan duurder wordt, ongeveer drie keer zo duur als iemand van ongeveer 15 jaar. En dan zal de natuurlijke neiging zijn van de verspreidbedrijven om dan vooral jonge medewerkers aan te nemen op dit soort baantjes. Dan krijg je een effect zoals je dat ook in de supermarkten ziet, dat je daar op dit moment alleen nog maar de mensen ziet van 15, 16 jaar en nooit meer iemand van 23 jaar of ouder. Werken er veel ouderen als volle bezorger? Ze werken ongeveer 90.000 mensen in deze branche. Wij sturen iedere week 90.000 mensen de straat op kranten, huis en huiskranten en folders te bezorgen. Mm-hmm. En ongeveer driekwart, 75% is jonger dan 17. En een kwart is ouder dan 17. En wij betalen, het loon wat wij betalen zit op het gemiddelde loon van een 17-jarige. Ja. Okay. Dus dat zou betekenen als je de wet minimumloon van toepassing verklaart, dat 75% minder zou gaan betalen en 75% meer. Maar de natuurlijke neiging zal natuurlijk zijn van de bedrijven om dan vooral goedkopere medewerkers. Ja, maar om wat voor ouderen gaat het dan? Om welke leeftijdsgroep hebben we het? 25% is dan ouder dan 23. Oh, dan ben je al snel oud als je 24 bent, eigenlijk. Ja, bij 23 dat is de bovenste grens van het minimumloon. Minimumloon is 8,50 euro voor 24 jaar en dat blijft zo tot 65. Maar wij hebben bezorgd in dienst van 88%. Maar ik was als we nou eens even niet naar die leeftijd kijken, is dat een goede regeling voor de bezorgers? Hij klinkt heel sociaal. Het minimumloon hier is pas verklaard op alle baantjes. Maar je moet weten dat folders bezorgen en huishoudens bezorgen, dat is echt een bijbaantje.
zien dat